Nu is de poppenkast gaande. Vanmiddag hebben we nog weer Medley Got Talent. Voor alle leeftijdscategorieën is er ook wat te beleven. Het Rondom Feestweekend in Medemblik bestaat 30 jaar. Waar komt die naam eigenlijk vandaan? De draverij van Medemblik is heel oud. Die is al 173 jaar oud intussen. Mensen dachten van nou, rondom die draverij is het ook leuk om dingen te doen. Er wordt nu van alles georganiseerd, waaronder een straatversieringswedstrijd. Dit jaar was het thema Hollywood, gewonnen door het gasthuis Wijd. Ja, we hebben gewonnen. Hoera! Hartstikke blij ermee. We hebben heel veel werk erin gestoken, heel veel uren zitten erin, ook heel veel plezier. En er is kermis, wielrennen, een DJ-wedstrijd, een puzzeltocht. We beginnen donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag is het feest en maandag dan het klapstuk de draverij zelf. Maar voor de medemblikkers gaat het niet om de paarden. Dan is het meer het gebeuren eromheen, denk ik, dat het zo leuk maakt. Hoe dan ook, het is 5 dagen feest in Medemblik. Het is gewoon een heel lang programma, ja. Ja, je moet me ook maandag niet tegenkomen, dan hangen er wel nog wat meer. Met 240 vrijwilligers en 20.000 bezoekers bloeit het evenement als nooit tevoren. Nou, ik kan niet bedenken waarom het zou stoppen. Het gaat nog even door? Jazeker, want het onlicht wel. We gaan volgend jaar weer, we wachten gewoon af wat het thema is en we gaan weer aan de slag. Het is zo gezellig met de buurt. Maandag is de laatste dag met de harddraverij over de Nieuwstraat.